Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. De handschoentjes kunnen weer aan, want Rolls-Royce introduceert een nieuw model. En dat is de Rolls-Royce Ghost, de tweede generatie sinds 2009. Ja, en zo'n Rolls-Royce, daar moet je de handschoenen voor aan doen. Want die auto die kent zo verschrikkelijk veel details. Die wil ik laten zien en dan vind ik het niet netjes dat overal straks mijn vingerafdrukken staan. Dus vandaar dat we de witte handschoentjes weer aantrekken. Ja, en wat is het dan voor nieuw model? Nou, de auto is compleet afwijkend van zijn eerste generatie. En dat komt mede door door de architectuur die Rolls-Royce tegenwoordig gebruikt. Geïntroduceerd met de Phantom, daarna komt die Cullinan. Nu heb je dan die nieuwe generatie Ghost. En wat er in de toekomst komt, daar wil Rolls-Royce natuurlijk niks over zeggen. Maar al die auto's worden gebaseerd op dezelfde aluminium architectuur. En dat is heel flexibel. Daar kun je mee in de breedte, in de hoogte, in de lengte. Deze auto is nu 5,55 meter lang. En dat betekent dat hij 9 centimeter in de lengte erbij heeft gekregen. Hij is 3 centimeter breder dan zijn voorganger. De daklijn ligt 2 hele centimeters hoger. En als je dan kijkt naar die auto, ja, je herkent hem wel direct als een Ghost, vind ik zelf. Vul het zelf in, alsjeblieft. Maar je ziet wel duidelijk dat hij overeenkomst heeft met zo'n Phantom. En dat zie je voornamelijk terug in die achterste stijl. Een kijker die vroeg, je hebt het wel eens over een A-stijl, een B-stijl, een C-stijl. Wat is nou precies een A-stijl? De A-stijl is deze lijn. De B-stijl, je hebt hier de C-stijl. En die C-stijl die is redelijk massief, is best wel nadrukkelijk aanwezig, best wel fors. En als je naar deze lijn kijkt, daar herken ik zelf wel wat elementen van een Phantom in. Let ook even op die achterlichtunits, nieuw vormgegeven uiteraard, in combinatie met de rest van heel die carrosserie, vers van de tekentafel gekomen. En het doel van de auto, van de ontwerpers, was om juist minder lijnen toe te passen. Dat zie je ook, die sluitnaden rond die achterlichtunits, die zijn verdwenen. Het sluit mooier op elkaar aan, zonder dat je daar eigenlijk een tussenaanstekers kier of naad tussen hebt. Ja, en nu we toch bij die achterzijde aangekomen zijn, die ziet er wat ranker, wat slanker uit. Blijft natuurlijk een kolossale auto. Let even op die bumperpartijen hier aan de onderzijde. Je ziet hier twee van die uitlaateindstukken, aan de andere kant hetzelfde. Dit is mogelijk door een, zeg maar, een beschaafde achterzijde, een beschaafde bumper te bestellen. Maar wil je nou dat die uitlaten nadrukkelijk worden geaccentueerd, dan kan dat. Dan moet je gewoon voor kiezen, aanvinken op de optielijst en dan krijg je daar die zichtbare uitlaat-eindstukken. Ja, minder lijnen. Als je naar die auto kijkt, dan kun je eigenlijk in 3 lijnen kun je die tekenen. Dat is de silhouetlijn, de lijn over het dak richting die achterzijde. Dan zie je deze lijn, de schouderlijn, met die beroemde coachlijn hier, die met de hand is aangebracht door iemand in de fabriek. Wil je er 2, dan zet hij er 2 neer, maar nog altijd met de hand. Dus gewoon uit de losse pols op die auto. En heb hier aan de onderzijde heb je nog een lijn lopen. En dat noemt Rolls-Royce noemt dat die Magic Carpet Line. En dat moet het gevoel geven dat die auto, ja eigenlijk, dat je de inzittenden over de weg zweven. Dat ze gewoon erboven hangen. En dat is natuurlijk ook het veerkarakter van die auto. De karakteristiek van die Ghost, hè. Dat je gewoon, hup, ultiem comfort hebt. Maar dat brengt nog iets met zich mee. Want als je naar die lijn kijkt, dan zie je ook dat het opspattende regenwater wordt beperkt tot de onderzijde van de auto. Zo is die lijn, dat deel van die portieren vormgegeven, dat je niet het hele portier gewoon helemaal nat hebt en vuil. Die coachlijn, wat ik vertelde over die flank, kun je ook hier in dat logo krijgen. Is bekend, hè? Vanaf de vorige generatie Phantom heb je kleine lagertjes hier in dat kleine wieldeksel. Daardoor blijft dat RR-logo, dat wereldberoemde logo, blijft dus altijd recht. Dus als je ernaast rijdt met 200 km per uur en je kijkt naar het wiel, dan lees jij gewoon RR en dan zie je niet zo'n zwart cirkeltje helemaal vervaagd rond het draaien. Die voorzijde. Nieuw familiegezicht van Rolls-Royce, zeg maar. We zagen dit al eerder, dit element, op een futuristische conceptcar.
Dit detail is een nieuw kenmerk en dat moet juist de breedte van die auto accentueren. Hij is 3 centimeter breder geworden, maar juist door zo'n detail oogt die auto breder als dat die werkelijk is. Die lichtunits, nu voorzien van laserlicht. En let vooral, dat is misschien wel het meest kenmerkende detail van heel de frontpartij, is die dame, ja, daar pontificaal in het midden van die neus. Die Spirit of Ecstasy, die staat niet langer op een element dat deel uitmaakt van die grill. Nee, het staat hier gewoon midden, tussen aanstekers, op de motorkap. Want zodra dat jij die motorkapontgrendeling bedient, dan duikt de mascotte duikt weg en dan kun je heel eenvoudig die motorkap kun je openen. Sluit je de motorkap weer, dan komt de dame, die komt gewoon weer tevoorschijn. Is het zo dat jij tijdens het rijden zegt, hoef ik niet te zien? Altijd makkelijk, hè? Die dame, ik heb het al meer verteld. Vanuit de bestuurderspositie, gewoon door de vleugels heen kijken en je weet wat het midden van de weg is, waar je precies rijdt. Dus wil je die niet hebben, via de boordcomputer kun jij de dame tussen aanstekers opbergen hieronder in die onder de motorkap. Maar die grill is wel zwaar breder geworden. Hij is wat minder nadrukkelijk aanwezig. Vooral omdat dat deel wat er omheen zat vroeger bij die vorige generatie Ghost is weggepoetst. En waarom? Ik vertelde het aan de achterzijde. Minder naden, minder shutlines zoals ze dat bij Rolls-Royce en in de auto-industrie zeggen. Ze wilden gewoon minder elementen. Kijk, nu heb je het ook met de bumperpartij, grill, motorkap. In plaats van dat je hier nog zo'n hele omlijsting hebt. Die dan door die naden niet zo mooi en geraffineerd overkomt. Vandaar dat de dame gepositioneerd is in de motorkap. En de motorkap nu aansluit op die grill. Leuk detail is, op die Phantom had je een verlichte dame. Er zat hier onderin zat een lampje. Dat lampje scheen omhoog en die verlichtte dan die Spirit of Ecstasy. Maar ja, zo'n Spirit of Ecstasy, de mascotte van Rolls-Royce, is een reclamesymbool. Als je deze dame ziet, weet je gelijk, hé, dat is het merk Rolls-Royce. Dus dan ga je reclame maken als je met een lampje op dat embleem rondrijdt. En dat mag niet volgens de Europese regelgeving. Vandaar dat ze daar vanaf zijn gestapt bij alle types en ze voor de Rolls-Royce Ghost voor een alternatief hebben gezorgd. Ja, voor een andere leuke gimmick. Want de lichtbundel mag weliswaar niet omhoog schijnen. Naar beneden toe is geen probleem. En vandaar dat je in die grill een ledstrip kunt verkrijgen. En de licht straalt dus op die grill uit. Waardoor je een soort van watervalverlichting hebt op die mooie spaken hier in die grill. Ja. Dan is die tweede helft van zo'n spaak is mat gemaakt. En waarom is die mat? Nou, om ervoor te zorgen dat het niet verblindend gaat werken. Het moet wel heel gedistingueerd blijven. Dus die verlichting die komt op dat stainless steel is het. En dan is het heel subtiel aanwezig en niet nadrukkelijk. Dus mooi element. En dus ook rekening houden met dat het wel er fraai uitziet. Ja, dan staan we hier voor die voorzijde. Er zijn 2 varianten, korte wielbasis, lange wielbasis. De lange wielbasis is de Extended. Vroeger heette die Extended wielbasis, maar nu noemen we hem gewoon Extended. Die is dan 17 centimeter langer. Nou, hoe kun je nou die 17 extra centimeters zien, behalve dan dat je achterin stapt? Aan de voorzijde is dat heel eenvoudig op te merken. Hier heb je de grill. Bij de korte variant, daar hebben we het nog altijd over 5,55 meter, eindigt die net boven de kentekenplaathouder. Maar bij de versie, de Extended, dus met de lange wielbasis, is ook dit deel is vervaardigd van stainless steel. Weet je wat nog zo'n leuk detail is? Is die chroomomlijsting rond die raampartij. Gewoon, niet plastic. Nee, gewoon echt het materiaal wat je ook ziet. En in dit geval loopt die vanaf de A-stijl, volgt die dak richting die C-stijl. 1 geheel. Als je nou de Phantom voor de geest kan halen, dan weet je dat die Phantom ook dit paneel in dat mooie materiaal stainless steel heeft. Maar die auto heeft een ander karakter. Wat ze bij de Phantom willen benadrukken, is dat je een deel hebt voor zeg maar de chauffeur en een deel hebt voor de eigenaar of voor de gasten. En bij die Ghost, die wordt gepositioneerd als een rijdersauto,
Zij zien ook in de statistieken steeds meer terug dat bij de Ghost meer mensen gewoon achter het stuur stappen. Vandaar dat dit ook een soort van, ja, niet een sportlimousine is, maar wel een auto is waar je als bestuurder ook heel gelukkig van wordt. En vandaar dat die chroomlijst het hele compartiment benadrukt. In plaats van wat die bij de Phantom dus doet, het in tweeën deelt. Oh, ik zet hem even op slot. Mijn fout. Gelukkig hebben we de sleutel. Laat ik gelijk even de sleutel zien hoe mooi dat is. Kijk, met wit leder, dus kenteken, met wit leder. En dat leder, dat kun je weer terug laten komen in je interieur. Nu deed ik voor het beeld, voor de camera, deed ik die deur even heel makkelijk open. Maar die deuren, die worden elektrisch ondersteund. Een elektromotortje. In die auto zit een... Daar zit een meetinstrument die weet precies of die auto onder een bepaalde hoek staat of niet. Dus staat die nou zeg maar naar links gebogen, dan zul je het rechterportier, dat wordt natuurlijk zwaarder hè, omdat die naar beneden drukt. Dat motortje zorgt ervoor dat die ondersteund wordt. Die krijgt dat van het meetinstrument, krijgt die informatie door en die zegt oké, de passagier aan de rechterzijde die krijgt wat moeilijker de deur open, we ondersteunen hem wat extra. En zo helpt dat elektromotortje om dat portier te openen. Ander detail is het elektrisch openen van de deuren. Dat kennen we al. Als zijnde het sluiten. Zit je achterin, je trekt één keer aan die hendel, gaan die deuren, die gaan 6 centimeter open. Vervolgens kun je ervoor kiezen om hem handmatig open te doen of hem elektrisch open te laten doen. Wil je dat elektrisch doen, dan moet je de hendel moet je gewoon naar je toe trekken en dan gaat die elektrisch, wordt die gewoon geopend. Hoef je zelf geen kracht te zetten, behalve op de hendel, maar dat is minimaal. En dan gaat de deur gaat dan automatisch open. Vraag je je misschien af, als je dan achterin die extended wheelbase zit, dan zit je verder naar achteren, kun je er misschien wat moeilijker bij. Nou joh, dan verplaatsen ze gewoon die deurgreep, die verplaatsen ze naar achteren, zodat je nog steeds hetzelfde comfort hebt als in de, tussen aanhalingstekens, ja, de korte variant. Kijk even naar het interieur. Hè. In dit geval, je hebt keuze tegenwoordig uit 4 verschillende tweede zitrijen. Zo zou ik het netjes en beschaafd zeggen. In dit geval is er gekozen voor optie nummer 2. En optie nummer 1 is een bank die min of meer in dezelfde lijn loopt, waardoor je 3 zitplaatsen achterin hebt. Deze auto is uitgevoerd met een achterbank, met een gelegenheidsderde zitplaats. Dat zie je aan deze vorm. Je moet het zien als een soort van M. Dan loopt hij iets verder terug naar achteren. Even voorzichtig. Ik zei al, daarvoor moeten we even de handschoentjes aandoen. Dan is dit een gelegenheidsstoel. Meer gefocust op 2 passagiers achter. Wil je nou echt een vierzitter hebben met 2 separate achterstoelen? Is mogelijk. Dan krijg je bovendien nog een hele mooie, fraaie middenconsole met wat jij wil. Koelkastje erin, bekerhouders uiteraard, afwerking in hout, carbon. Ja, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. Je kunt het allemaal aanvinken op de optielijst. Ja, maar ook valt er even op 2 details. Je ziet hier die kleine ritssluitingjes. Dat is natuurlijk als je hier een kinderzitje wil plaatsen met een Isofix aansluiting. Dan, ik zou wel even die bekleding, lederen bekleding, zou ik wel even mooi afdekken. Dan is er nog een optie. Maar die laatste optie is er alleen voor een extended. En dan krijg je van die voetsteuntjes hier onderin. Die komen elektrisch naar boven toe. Optie nummer 4. Heb je ook die middenconsole hier in het midden. Kijken we even naar het dak van de auto. Hier heb je een panoramische dak. Is alleen leverbaar op de korte versie. En waarom? Op die extended wheelbase. Vertel me al, die auto is langer. Heeft hij ook een langer dak. Vonden ze het technisch niet haalbaar om daar zo'n glazen dakpaneel in te kunnen integreren. Maar wat je wel kunt krijgen in die extended is een sterrenhemel. Geldt ook voor de korte versie in die sterrenhemel. En dan inclusief een functie dat je dan zo'n vallende ster krijgt tussen al die LED puntjes. Prachtig. Die LED-lichttechniek, die passen ze ook toe hier voorin. 130 LED-lichtpuntjes zitten hierin verwerkt.
die dan zorgen voor 850 lichtpuntjes die zichtbaar zijn. Heb je hier een mini sterrenhemeltje. Is optioneel, moet je bijbestellen. Let ook even op de afwerking van het interieur. Hè. Je hebt nu touchscreen. Dat lijkt wel een scherm, is het niet. Je hebt hier een touchscherm. Ook dit is digitaal, wel met chrome omlijsting. Touchscreen. Ja, Rolls-Royce was altijd van, ja, dat doen we niet vanwege vette vingers. Dat ziet er niet uit, dat willen onze klanten niet. Nou, de klanten vragen gewoon om een touchscreen, om een snelle, eenvoudige bediening van dit display. Leuk detail, we hadden het over de wielen, over die logo's, die Rolls-Royce logo's, die dan mooi recht blijven staan. Dat geldt ook voor als je aan deze knop draait. Die Spirit of Ecstasy blijft altijd in dezelfde positie, waardoor je er nooit, ja, op een vreemde manier naartoe kijkt. Deuren elektrisch sluiten. Hier zitten de knoppen. Kun je als voorste inzittende kun je de portieren gewoon elektrisch laten sluiten. Zonder dat jij buiten die auto moet treden om de portier vast te pakken en hem te sluiten. Let ook even op die dorpel. Daar staat nu Ghost. 28 karakters zijn er mogelijk om daar een persoonlijke tekst in aan te brengen. Klein detail dat je, zeg maar, verwelkomd wordt door jouw eigen boodschap. Ja, ik ken iemand, dat was niet een Rolls-Royce overigens, en die had aan deze kant in zijn dorpel had hij gezet De Bos. En aan die andere kant stond dan De Real Bos, omdat zijn vrouw altijd daar zat. Ga ik even de deur voor jullie elektrisch sluiten. Dat hebben we het nog niet gehad over de aandrijflijn van de auto. Vernieuwde motor in vergelijking met de huidige editie. Van die 6,6 liter V12 motor zijn ze gegaan naar een 6,75 liter motor. Zelfde vermogen, maar meer koppel. Zorgen voor meer trekkracht onderin bij hele lage toeren. Want deze auto die wil je gewoon zonder trap in je rug rijden. Hij moet gewoon mooi lineair moet hij kunnen accelereren. Trekkracht van de auto gaat richting de vierwielen. Hij heeft tegenwoordig vierwielaandrijving. Net als dat hij vierwielbesturing heeft. Ja, en vierwielbesturing. Auto is ook zwaarder geworden door al die nieuwe technologie. 130 kilo erbij. Dan weegt hij 2,5 ton. Maar ja, als je daarover valt. Op zo'n auto vol met luxe. Ja, dat wil je toch niet. Nog een leuk detail. Schiet me nu te binnen. Natuurlijk die ruitwissers. Hè? Die komen deze kant op. De waterafvoer gaat via deze zijde. Maar dan heb je hier, heb je dan heel subtiel. Want ik zei al, ze houden niet van naden. Heb je heel subtiel, heb je hier een regengootje. Dus dat water wordt afgevoerd, komt in dat regengootje. Is 14,5 millimeter diep. En dat water wordt naar achter afgevoerd. En verlaat hier de auto. Zodat je niet dat regenwater op die zijruit krijgt. Tenminste, niet tijdens het rijden, wat vanaf die voorruit naar de zijkant komt. Grappig detail, leuke shoots, weetjes. Altijd leuk op een verjaardag om dat te vertellen. Ja, de nieuwe Rolls-Royce Ghost. Productie is inmiddels gestart. De eerste kopers die krijgen nog dit jaar de sleutels van een nieuwe limousine. Buiten Europa moeten ze er iets langer op wachten. Er wordt pas volgend jaar. En dan, ja, dan is het wachten op de volgende nieuwe Rolls-Royce. Ook weer gebaseerd op deze architectuur.